Hartelijk welkom op de bemoedigingssite. Even op een beetje aparte locatie, maar wel vlakbij ons huis. Jezus is het licht van deze wereld. En ook deze bemoediging wil ik weer uitspreken in de naam van de Heer Jezus. En stuur ik hem zo naar je toe. Deze keer gaan we verder met Hebreeën 7. En in de MBV-vertaling staat erboven, priester voor altijd. En als je nou zo'n grote boom, die hier jaren heeft gestaan, als je dat dan in kleine stukken uit elkaar haalt, en je ziet al die jaarringen die je hier allemaal kunt zien, dan zie je eigenlijk een beeld van dat voor altijd. Iets wat zo lang er is. Wat zoveel heeft doorstaan. Wat zo lang bestaat. En daar getuigen zeg maar die jaarringen ook van. Een priester voor altijd. Dat is de Heer Jezus. En laten we kijken wat Hebreeën 7 erover zegt. Daar staat: ze volgden elkaar generaties lang op, die hoge priesters, omdat de dood hun belette om priester te blijven. Terwijl Jezus priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. En zo, op deze manier, tot in de eeuwigheid, kan hij ieder die door hem tot God komt, volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Dit is ook een stukje van de boom. En het is zo'n, hier zie je zo'n vreemde gang die het heeft gemaakt. Een vreemde groei. De geschiedenis, onze priester Jezus. Die leeft tot in eeuwigheid en die ons zo door en door kent en die ons volkomen kan redden, zoals dit schriftwoord zegt. Die weet waarom dat er kronkels in ons takkenstelsel zijn ontstaan. Waarom is dat geweest? Hoe is dat gekomen? En hij is de priester die volkomen kan redden, maar ook begrip heeft. Begrip voor de weg die gegaan is, omdat hij erbij is geweest. Hij was erbij toen je geboren werd. Hij was erbij toen je een kind was en misschien bang. Hij was erbij toen je naar de middelbare school ging. Hij was erbij toen je seksualiteit leerde kennen. En misschien wel op een overdonderende manier. Of misschien op een onreine manier. Hij was erbij toen je je verzette tegen je ouders en je eigen weg wou kiezen. Hij was erbij toen je moest nadenken over of je God wel wilde volgen in je leven. Wie de partner zou worden. Hij was erbij toen je trouwde of niet trouwde, kinderen kreeg of geen kinderen kreeg. En bij al dat soort belangrijke beslissingen. Die zoveel te maken hebben of jouw takken zo mooi recht naar het licht groeien. Of dat er iets is waardoor dat de groei zich afbuigt en er een kronkel komt in het takkenstelsel. Is hij erbij. En daarom, omdat hij erbij is. Omdat hij priester is tot in eeuwigheid. Omdat hij altijd dezelfde is. En het begin en het einde van jouw leven kent, kan hij je volkomen redden. Volkomen redden, volkomen bewaren, volkomen voor je zorgen, zodat jij thuis komt en bij hem aankomt. Er is de Heer Jezus. Ik wil je God zegen toewensen voor de komende week. Ik hoop dat je
je weg met hem gaat. En dat je met hem gaat praten. Ook over van die vreemde groeidingetjes. Waarbij je vraagt, Heer, wat is hier aan de hand met me? Weet u het nog? Hoe komt het dat ik zo reageer? Weet u het nog? Wilt u het me uitleggen? Wilt u het me vertellen? En dat zal de Heer zeker doen. Want hij kent je van het begin tot het einde. Hij kent al je dagen. Alle dagen. En hij kan je voorkomen, redden en bewaren. God zegen je. Graag tot de volgende week. Dan gaan we bezig met het Hebreeën. Tot de volgende week. Niemand die